Het is vandaag woensdag en leuk dat je kijkt naar deze nieuwe weekvlog. Ik ben net heel eventjes naar de Action gereden, want ik heb dus wel al een vloerkleed in mijn kamer liggen. Alleen die is best wel hoog en daardoor kan dus mijn deur niet helemaal open, wat echt mega onhandig is. Ik vind hem wel heel erg leuk, maar het is gewoon niet handig. Dus ik zag dit kleed bij de Action. Super zacht en deze is dus iets kleiner, dus ik denk dat die wat beter daar zo past. En ik heb daar in mijn kamer een vakkenkast staan en daar was ik nog eventjes op zoek voor naar bakken, dat ik hier wat spulletjes in kan doen. En zo had ik toevallig nog precies 4 van deze teddy dingetjes. Ik vind alleen dit leer aan de zijkant niet heel leuk, maar ik dacht dan zet ik het gewoon zo neer, dan zie je dat verder toch niet. Die heb ik ook gekocht. Deze waren volgens mij 4,30 per stuk en dat kleed was 14,95 volgens mij. Ik ga eventjes mijn camera aan de oplader doen, want die is leeg. En dan ga ik daarna lekker die kast inruimen met die bakken. Ik zal het eventjes laten zien. Kijk, dit is nu het kleed die ik had. Die heb ik gewoon meegenomen in mijn oude kamer. Die vind ik echt heel leuk. Alleen dat die zo hoog is, gaat zeg maar die deur niet open. Dus dat is een beetje onhandig. En dit is die vakkenkast wat ik zei. Dus die bakken die zijn voor in die 4. Ik ga even mijn camera opladen en dan ga ik daarna dit helemaal neerleggen en leuk maken. En de laatste doos uitpakken. Die staan daar. Ik zie er echt niet uit trouwens. Ik zou eigenlijk vandaag wat foto's gaan maken met Roos. Alleen die voelt zich dus echt niet lekker. Maar dan heb ik wel lekker vandaag de tijd om alles even verder op te ruimen en in te delen. Dit is dus echt een flop. Ik dacht dat die en iets groter zou zijn. En op camera zie je dat niet heel goed. Maar echt is die wat warmer. En die kast is wat koeler. Dus ja, ik weet echt nog even niet wat ik hiermee ga doen. Maar ik ga in ieder geval die bakken nu hierin doen. En dan alle producten zo erin leggen. Ik ben eindelijk bezig met de laatste 4 dozen. En dan is alles gewoon helemaal opgeruimd. Wel natuurlijk nog die vuilniszakken die worden opgehaald door Vinted. Maar het ziet er echt al een stuk beter uit. En ik moet zeggen, hoe langer dat kleed van de Action ligt, hoe beter ik hem ook vind. Maar kijk, ik heb nu hieronder die 4 bakken neergezet. Ziet er gewoon alweer iets opgeruimder en georganiseerder uit. Ik ga nu even deze 2 dozen weer inruimen. Want hier zitten dus ook nog allemaal schoenen in. En alsjeblieft, vraag me niet waar ik het ga laten. Misschien dat ik hier ook nog maar gewoon schoenen neer moet gaan zetten. Of daaronder. Dat kan natuurlijk eventueel ook nog. Maar echt, oh, ik ben zo blij met die kast. Ik ben helemaal klaar met alle dozen. Alles is opgeruimd. Zoals ik zei, staan hier dus alleen aan de zijkant nog een paar vuilniszakken die van de week worden opgehaald. Maar als dat is opgehaald, dan is het gewoon helemaal klaar. Ik ben zo blij. En alles past. Dat was echt nog van tevoren de vraag. Ik weet niet of jullie mijn verhuis TikToks ook hebben gezien. Als je me nog niet volgt op TikTok, doe dat eventjes, want dat vind ik echt heel leuk. Maar daar kon je dus zien hoeveel, kijk, dit stond beneden en deze zooi stond allemaal in mijn kamer. En het past gewoon allemaal. Ik ben zo blij. Ik zal eventjes een klein beetje laten zien. Er zijn nog een paar dingetjes die weg moeten. Allereerst dit servies van Blond Amsterdam. Dat stond hier nog, maar de tijd dat ik dit leuk vind is al een beetje voorbij. Dus ik denk dat ik dit op Marktplaats ga zetten. Dit zijn 2 beugels voor mijn tv. Maar goed, we gaan waarschijnlijk mijn tv daar ophangen donderdag. Dus dan kunnen die denk ik wel weg. Maar ik wacht nog heel eventjes met weggooien tot ik dat aan mijn vader heb gevraagd. Dan staat hier mijn bed. Kijk, daar staan dus al die vuilniszakken die worden opgehaald. Maar dat moet je eventjes negeren. Die spiegel ga ik ook eventjes kijken wat ik nog mee ga doen. Want ja, die hoef ik eigenlijk. Althans, ik vind hem echt heel leuk. Alleen, ja, heb ik er gewoon even geen plek voor in mijn kamer. Hier liggen nog wat oogschaduwpaletjes. Maar ik gebruik dus echt nooit oogschaduw. En ik was alles aan het opruimen. En ik weet dat Deen wel altijd oogschaduw gebruikt. Dus ik had haar geappt of zij het wilde hebben. En zij wilde dit wel hebben. Dus dit ga ik van het weekend even aan haar geven. Maar goed, mijn bed dus. Dit moet je even negeren. Mijn spiegel. Hier staan allemaal laarzen die dus niet in deze kast paste. Maar kijk, ik heb dus allemaal van die papieren dingen gewoon erin zitten. Wat er toen nog in zat toen ik het ooit bestelde. Maar ik wil eigenlijk eventjes van die goede laarzenhouders gaan kopen. Zodat het er iets opgeruimder uitziet. Dan dit kastje. Hier liggen nog wat prulletjes. Ik moet even een goed plekje voor mijn paspoort en zo vinden. Dan deze kast. Hier staat mijn make-up tas. Hier staat een mandje met allemaal extra make-up. Een mandje met dingen voor mijn haar, voor mijn gezicht en voor mijn lichaam. En hier wat overige dingetjes waar ik niet echt wist waar ik het kwijt moest. En dan mijn kledingkast. Oh my god. Oh, en hierbovenop trouwens staan ook nog wat dingetjes. Hier ben ik echt zo blij mee.
Dit pakketje moet ik nog even openmaken. Maar hierboven liggen alle topjes. En hier liggen even die dingetjes in die ik hier nog in moet doen. Dus dat ga ik denk vanavond even doen. Dan heb ik hier allemaal broeken. Hier allemaal korte broeken, lange rokken, korte rokjes. Hier nog wat jurkjes die niet kunnen hangen. En dan hieronder heb ik mijn chill kleding. Dan heb ik hier allemaal jurkjes en topjes die wel konden hangen. Allemaal truien. En hier allemaal jasjes en blazers. En dan heb ik hier allemaal laarzen staan. Hier allemaal schoenen. Kijk even hoe leuk deze nieuwe hakken zijn van de Zara. Ik vind ze echt geweldig. Die staan hier. Hier ook nog allemaal UX. Daar ook nog schoenen en daar ook nog schoenen. En dan heb ik daarboven heb ik al mijn tassen gestald. En daarachter liggen mijn winterjassen. En daarachter liggen al mijn hoeden. En dan daarboven heb ik nog wat zooi op die kast gegooid. Maar goed, dat zie je verder niet. En dan dit poefje. Die had ik dus besteld bij Loods 5. Eigenlijk heb ik er niet heel veel plek voor in mijn kamer. Maar ik vond hem toch echt heel erg leuk. En te leuk om hem in een doos te bewaren voor als ik met Stan ga samenwonen. Dus ik heb hem gewoon hier neergezet. En op zich kan dat ook. Als je van de H&M moet het nog even weg en die moet nog even weg. Dus hebben jullie een beetje een idee van mijn nieuwe kamer? Mijn camera viel uit. Ik weet niet waar ik was gebleven. Maar ik wilde dus zeggen, ik ga even mijn weekvlog bewerken van vorige week. Want die heb ik nog steeds niet bewerkt. En die moet wel eigenlijk vandaag of morgen online. En dan ga ik daarna even lekker douchen. Want dat heb ik nog steeds niet gedaan. Het is vandaag donderdag en ik ben lekker op werk. Ik ga eventjes de winkel opstarten en dan komt Lex ook zo. En dan lekker een dagje werk vandaag. Ik heb dit pak en dit jasje aan van Studio Amaya. Dat verkopen we hier dus ook in de winkel. Dit te leuke jasje en daar hebben we dus ook een shortje bij. Maar ik dacht voor vandaag is dat een beetje te koud. Dus ik heb dit pak eronder, ook van Studio Amaya. Hier ziet het iets beter. Het is vandaag vrijdag en ik heb net even helemaal klaargemaakt. Make-up gedaan, aangekleed. Deze nieuwe blouse, die vond ik echt heel erg leuk. Met een panzerbroekje eronder. En ik heb vanmorgen dus al gesport met Stan. Sinds 2 maanden. Ik heb echt al sinds Rodos niet meer gesport. Maar het was wel weer even lekker om te sporten. Ik wil het echt weer even oppakken. Nu ook bij mijn vader woon, kan ik weer even een andere sportschool zoeken. Dus helemaal lekker. Ik ga even wat stories maken voor Luke Fantastic. Want ik heb van hun weer een adventkalender gekregen. Superleuk. En morgen ga ik met Hugh even wat foto's maken in de stad. En wil ik ook even een leuke reel maken van de My Jewelry Adventkalender. Want die ga ik als winactie weggeven op Instagram en TikTok. Maar er kwamen 2 pakketjes binnen. Ik had namelijk echt een superleuk shirtje gezien van Alex de Label van de 10-jaarscollectie. Maar hij was overal uitverkocht. Toen had ik dus een boutique in Eindhoven gevonden die hem nog wel verkocht. Ik heb hem ook helemaal mooi ingepakt. Is dus deze longsleeve top. Ja, ik vond hem echt heel erg gaaf met van die patches erop. En Alex bestond dus vorige week 10 jaar. Dus hadden speciaal een collectie uitgebracht met items wat hun bestsellers waren van de afgelopen 10 jaar. En die items hebben ze een beetje een nieuwe touch aangegeven. Echt super leuk. En dit shirt zat dus ook in die collectie. Heel erg blij mee. Ik vond hem wel prijzig. Hij was 119 euro. Maar ik vond hem echt heel erg leuk. En ik heb deze dus in een XS. En ik heb echt elke website afgezocht waar ze hem nog hadden. Elke Instagram account afgezocht waar ze hem nog hadden. En toen kwam ik dus bij dit boutiqueje terecht in Eindhoven. Die hadden hem nog. Dus toen heb ik hem via DM kunnen bestellen. Echt super chill. Dus hier ben ik heel blij mee. Want ik heb ook helemaal, kijk, zo'n leuke rode broek van Alex. Deze broek. Ik dacht, daar vind ik die ook echt heel erg leuk bij. Maar ook met die panterbroek vind ik het heel erg leuk. Dus nou, die. En dan heb ik een pakketje gekregen van Amaya Amsterdam. Echt super leuk. En volgens mij, als ik het goed zeg, is Studio Amaya en Amaya Amsterdam dus van dezelfde eigenaar. Verbeter me als ik het fout heb. Maar ik heb dus de laatste tijd echt super veel van Studio Amaya. Ik vind echt dat ze een hele leuke collectie hebben. Ik koop het ook in de winkel. En nu kreeg ik dus een DM voor Amaya Amsterdam. En ook hun setjes zijn echt super leuk. Dus bij hun allebei dat ze er gewoon onbekend staan dat ze van die setjes hebben die matchen met elkaar. Allereerst heb ik dit gave bomberjack uitgekozen. Ik zie dat mijn camera leeg is, dus ik ga even snel opschieten. Een heel mooi jasje. Voelt echt als
Hele goede kwaliteit. Echt heel erg leuk. Helemaal blij mee. En ik zie dat ze het blouseje hebben opgestuurd. Maar ik had eigenlijk de broek doorgegeven. Dus ik ga deze nog even dicht laten. Om te kijken of er misschien iets fout is gegaan. Maar ik had dus eigenlijk van deze blouse de broek uitgekozen. Want ik dacht, dat vind ik wel heel erg leuk met dat jasje. Maar daar ga ik nog eventjes achteraan. Even vragen. Maar met dit jasje ben ik echt mega blij. Oh, mijn camera is leeg. Maar het is vandaag zaterdag. En Juri is eventjes wat foto's aan het maken. Ze is even hier aan het omkleden. Ik heb een reels gemaakt met die... Wat? Ik dacht, er zit een beest op mijn hoofd. Ik heb een nieuwe shirtje aan van Alex. Met ook deze broek van Alex. Stickertjes. En net even een reels gemaakt. Voor de My Jewelry Advent Calendar. En zometeen ga ik met Aim en Dame even gezellig lunchen. Maar eerst gaan we voor deze mevrouw nog even een videootje maken. Wat heb jij aan? Ik heb aan een jeans van de Naked. Het is vandaag maandag en dit weekend qua vloggen sloeg echt weer helemaal nergens op. Ik ging natuurlijk zaterdag eventjes wat foto's maken met Jude. Ik viel mijn camera uit en daarna er gewoon niet meer over nagedacht om op te laden. Maar zaterdagavond hadden we een feestje. Gisteren had ik gezellig dagje met Stan. Zijn we ook lekker uit eten geweest. En eigenlijk altijd als ik met Stan ben, film ik sowieso niet. Dus dat. Maar vandaag weer een nieuwe week. Ik moet vanmiddag voor mijn nagels. En dat is maar goed ook, want deze twee zijn dus eraf gegaan met verhuizen. Dus het ziet er echt niet uit. Dus ik ben heel blij dat ik vandaag een afspraak had. En ik had dus weer wat nieuwe producten gekregen van Look Fantastic. Die ik graag eventjes aan jullie wilde laten zien. Ik zie er echt heel bleek uit. Maar ik ben net eventjes begonnen met mijn gezicht te reinigen met deze. Deze gebruikte ik dus vorig jaar heel lang. En toen die op was, heb ik hem eigenlijk nooit opnieuw gekocht. En van de week had ik echt weer even zo'n ingeving dat ik dacht, oké, ik wil weer even goed mijn gezicht gaan verzorgen, mijn huid gaan verzorgen. En toen mocht ik dus weer wat nieuwe dingetjes bij Look Fantastic bestellen. Dus toen heb ik deze weer opnieuw besteld. Dit is gewoon zo'n reinigingsgel voor onder de douche of met water te gebruiken. Ik heb hem net gewoon eventjes met water gebruikt. Maar deze vond ik hem vorig jaar echt heel fijn. Dus die heb ik weer opnieuw besteld. En dan als ik dus uit de douche kom, gebruik ik dus altijd van Garnier het vitamine C serum. Nu heb ik deze niet nieuw en is die ook zelfs bijna op. Maar deze heb ik dus ook altijd van Look Fantastic. Deze heb ik denk ik echt al, nou wat is het, 4 keer of zo opnieuw besteld. Ik vind hem echt heel erg fijn. En je hebt dus ook een nachtvariant ervan. Maar dit is dus die voor overdag. Daar begin ik eigenlijk altijd mee als ik mijn huid schoon heb gemaakt. En ik heb trouwens ook gisteren een winactie op mijn Instagram gezet. Voor het winnen van een My Jewelry Advent Calendar. Dus als je dat nou graag wil winnen, kijk eventjes op mijn Instagram. Het loopt tot zondag 3 november. En dan normaal gesproken als ik dus mijn make-up ga doen, gebruik ik altijd deze van Bobbi Brown. De Vitamin Enriched Face Base. Die gebruik ik eigenlijk altijd als ik mijn make-up doe. Mijn make-up zit hierdoor zo mooi en het blendt gewoon helemaal mooi in elkaar over. Dus die heb ik ook eventjes opnieuw besteld. Maar ik dacht voor de dagen dat ik geen gezichtsmake-up draag. Want ik draag dat niet elke dag. Ik draag dat eigenlijk alleen als ik foto's ga maken of een feestje heb. Dus ik dacht, ik wil ook een dagcreme hebben voor de normale dagen. Als ik geen make-up op mijn gezicht draag, zeg maar. En ik had een beetje op TikTok zitten kijken. En deze van La Roche-Posay, die was iedereen zo enthousiast over. Ik heb hem nu al 3 keer gebruikt. En tot nu toe vind ik hem heel erg fijn. Ik kan er natuurlijk na 3 dagen nog niet heel veel over zeggen. Maar ik heb er in ieder geval geen rare vlekjes of pukkels of dingen van gekregen. Dat is een beetje veel misschien. Maar... En wat ik ook vanavond eventjes ga doen, is even een beetje zelfbruiner opdoen. Ik zei natuurlijk in mijn vorige week vlog dat ik echt even op zoek was naar een goede zelfbruiner. En die heb ik dus ook bij Look Fantastic gevonden. Deze van Ten Luxe. Het zijn van die druppeltjes die je moet toevoegen aan je dag- of nachtcreme. En dat is deze. Ik heb hem in de kleur Light to Medium. Want je had ook Medium to Dark. Maar ik dacht dat wordt misschien een beetje te bruin. Want ik ben wel echt heel bleek. Vanavond ga ik mijn haar wassen. Dus dan ga ik dit opdoen. Ik weet niet. Ik vind het gewoon fijner om dit op te doen. Als mijn haar in een handdoek zit. En niet al die vieze crème en zo in mijn schone haar komt. Dus dat ga ik vanavond doen. Maar deze in ieder geval. En ik ken deze dus al van vroeger. Want vroeger toen ik stage liep in een schoonheidssalon verkochten ze dit merk daar dus. Dus ik weet eigenlijk wel dat deze chill is. Dus die. En dan als laatste wat ik nu niet op ga doen. Ik heb dus een nieuwe foundation besteld. Ik gebruik echt al jaren, echt oprecht zolang ik me kan herinneren, de MAC Studio Fix Foundation.
Studio Fix Plus of zo. Foundation. Die is heel waterig, heel natuurlijk. Die vind ik echt heel erg mooi. Maar ik was toch een keertje benieuwd naar wat anders. En ik zag deze op TikTok echt zo vaak voorbij komen bij mensen. De Giorgio Armani Illuminous Silk Foundation. En ik heb hem nu 2 keer gebruikt. Zaterdag toen ik een feestje had. En zaterdag toen ik foto's ging maken. Want ik ging 2 keer make-up doen. En ik vind hem echt heel erg mooi. Ik wist echt niet welke kleur ik hiervan moest hebben. Maar bij Look Fantastic op hun website heb je dus een soort van dingetje. En dan kan je dus invullen welke kleur je hebt van een andere foundation. En dan zoeken zij dus een match met de nieuwe foundation die jij wilt. Dus ik had dat gedaan met mijn MAC foundation. En toen kwam eruit dat ik de kleur 6 nodig had. En nu lijkt het misschien niet een goede kleur. Maar als ik hem op heb, is het wel echt een goede kleur. Daar ben ik heel blij mee. En ik heb natuurlijk ook weer een kortingscode voor jullie. Maar met de code FLEURLF krijg je altijd de hoogste korting bij Look Fantastic. En dan ga ik mijn skincare even afmaken met dit oogserum van Lacome. Komt ook van Look Fantastic, maar die had ik wel al. En die doe ik eigenlijk gewoon onder mijn ogen. Eigenlijk was dit eventjes een soort van mini-updated skincare routine in de ochtend. Oh my god, ik kom thuis van mijn nagels. Dat is weer helemaal mooi. Ze heeft mijn duimen ook helemaal gefixt. Heel blij mee. Maar er kwam een pakketje binnen. Waar ik al best lang op wacht. Ik heb namelijk een tas besteld op Vinted. Ik verkoop altijd best wel veel dingen op Vinted. Binnenkort komen natuurlijk ook die zakken op Vinted weer te staan. Ik ben helemaal bij het einde van die trap. En als ik dan dingen verkoop, blijft er altijd geld in je Vinted portemonnee zitten. Dus zo voelt het een beetje alsof je gratis aan het winkelen bent. En dat had ik dus ook met deze. Ik had deze al een tijdje op het oog. Ik twijfelde heel erg tussen 2 kleuren. Maar deze kleur stond toen op Vinted. En toen dacht ik, ja, dit is een teken dat ik voor deze kleur moet gaan. Het heeft wat langer geduurd, omdat het kwam en uit Parijs. En ik had dus op Vinted heb je nu dus ook een kopje met echtheidsverificatie of zo. Dat kost dus 10 euro die optie. En die kan je dus aanklikken wanneer je iets koopt. En dan wordt het dus eerst naar Vinted gestuurd. Dan gaan zij het product controleren op echtheid. En als die echt is, dan wordt die naar jou opgestuurd. Dus dat had ik gedaan. Dus hij moest eerst van Parijs naar Hamburg. En vanaf Hamburg weer naar mij. Daarom dat het wat langer duurde allemaal. But he is here. En het is een tas. Ik weet niet of ik dat al had gezegd. Oh my god. Van Garni. Zoals jullie kunnen zien. Helemaal de doos. Of helemaal de zak en alles zit er nog bij. Ach, hij is mooi. Kunnen jullie al raden welke het is? Oh my god, hij is echt. Oh, het kaartje zit er zelfs nog aan. Ze heeft hem gewoon helemaal nooit gebruikt. En kijk, er zit hier dus ook nu zo'n label aan van Vinted dat ze hem dus hebben gecontroleerd op echtheid. Oh, hij is zo mooi. Oh, wat ik ben er zo blij mee. Het kaartje zit er dus gewoon nog helemaal aan. Dit is dus de Garni Boo Boo Bag uit mijn hoofd in de small. Ik twijfelde heel erg tussen de small en de mini, want die mini vond ik ook heel erg leuk. Maar de mini hadden ze dus niet in deze rode kleur. En ik zag deze ook toevallig op Vinted, dus dat was mooi meegenomen. Hij heeft 2 vakken. Hier een vak en hier een vak. Er zit dus ook nog een lange strap bij. Oh god, ze heeft hem gewoon echt nog nooit gebruikt. Het zit gewoon echt helemaal ingepakt. Zo mega blij mee. Ah! Die wilde ik even laten zien. Ik ga nu eventjes boodschappen doen. Dat wilde ik eigenlijk sowieso. Ik wilde eigenlijk vanuit mijn nagels al boodschappen gaan doen. Maar toen zag ik dus dat deze tas eraan kwam vandaag. Ik wist helemaal niet dat hij vandaag zou komen. Dus helemaal blij mee. Het is vandaag dinsdag en ik ben me aan het klaarmaken om zo meteen lekker te gaan werken. Ik heb deze nieuwe trui aan van Harper Eve. Die had ik dus bij Moda besteld. En ik vind hem echt heel erg leuk. Lekker met van die poefmoutjes. Ik ben nou eventjes bezig met mijn make-up. En ik had gisteren natuurlijk die zelfbruin druppels opgedaan. Ik weet niet of je het op camera ook ziet, maar in het echt heb ik wel even een kleurtje erbij. Dus dat is even fijn. Ik had natuurlijk die Light to Medium. Ik heb een traanoog, wat irritant. Ik had die Light to Medium. En er stond al bij, je kan 4 tot 12 druppels doen. Nou, ik dacht 12 is misschien een beetje heftig, dus ik had er 6 gedaan. Maar ik denk dat ik op zich wel 8 druppels kan doen. Maar dan weet ik dat voor de volgende keer. En we hebben dus vrijdag hebben we de Dinner Fashion Show. Super leuk, dus ik denk dat we daar vandaag lekker veel voor gaan regelen. Het is dus een, zoals ik zei, een Dinner Fashion Show. Mensen konden een kaartje kopen. En dan wordt er dus een 3-gangen menu voor hen geregeld. En het is bij de Torpedo Loods in Hoek van Holland. En er komen modellen die gaan de nieuwe collecties showen, modeshow.
Er komen dansers, we hebben een loterij, we hebben goodiebags, er komt een zangertje. Het wordt echt mega leuk. Dus ik denk dat het vandaag gewoon in het teken staat van die laatste dingetjes nog regelen. Alhoewel er eigenlijk best wel veel al geregeld is. Maar goed, als het goed is, komen er wel modellen langs volgens mij die de outfits gaan passen voor de modeshow, zeg maar. Dit is die trui van Omoda, van Harper, die ik nieuw aan heb. En ik heb deze panterbroek eronder. Deze is van My Jewelry. En dan doe ik lekker, denk ik, een ux erbij. En dan ga ik nu naar werk toe. Deze weekvlog was een beetje saai. Sorry daarvoor. Het is nu woensdagochtend en ik wil mijn weekvlog gaan bewerken. En ik zie die beelden en ik denk, het is niet heel interessant geworden voor jullie. Sorry daarvoor. Ik hoop dat jullie het toch alsnog een beetje leuk vonden. Volgende week wordt de weekvlog wel weer heel erg leuk. We hebben namelijk de Dinner Fashion Show op werk. Ik heb weer gezellig met Roos afgesproken. Ik ga lekker naar Rotterdam toe. Ik ga mijn wenkbrauwen laten doen. Dus allemaal leuke dingetjes om voor jullie te filmen. Ja, deze week was voor mij ook gewoon echt oprecht een beetje chaotisch. Met verhuizen, alles een plekje geven. Eventjes wennen weer hier thuis. Maar ik ben helemaal geland. En ja, ik hoop dat jullie de weekvlog toch alsnog een beetje leuk vonden. En dan wil ik jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze video in ieder geval. En dan zien jullie mij weer in de volgende.